Dit is een introductie in Scaling Up Europe met Pieter van Os. En wij hebben 6 veranderde visies. En dit is visie nummer 1 van Human Resource naar Human Doing. Pieter, aan de ene kant hebben we te maken met scaling. Nee, dat zeg ik niet. Aan de ene kant hebben we te maken met Anglo-Amerikaanse wereldomgeving. En aan de andere kant hebben we te maken met het nieuw Europees ondernemen. Wat is dan het verschil tussen human resource, dat is aan de ene kant, en human doing aan de andere kant? Nou, het zit natuurlijk al in de term. En we zijn eigenlijk wel aan die Anglo-Amerikaanse term human resource gewend. Want het vakgebied heet hier in Nederland ook gewoon human resource management. En als je human resource letterlijk vertaalt, dan gaat het over mensen die als middelen worden gezien. En kennelijk kun je die managen, human resource management. Daarin zie je dat organigrammen van bedrijven waarin de CEO aan top staat en de CTO en de CFO en de COO en dat eigenlijk gecentreerd is rond het managen van middelen. En je hebt allerlei soorten middelen, maar dus ook kennelijk mensen. Dus mensen die passen in een functie, in een mal. En daarin moeten ze dan zo efficiënt mogelijk zijn, want daarmee krijg je een optimale opbrengst uit je human resources. Dat is de Anglo-Amerikaanse visie. En dus dat is hoe we gewend zijn dat het nu werkt. Als we dan teruggaan naar de Rijnlandse principes, en ik zeg ook teruggaan, want enerzijds zijn ze vertrouwd, want voor de Tweede Wereldoorlog werkten we hier op Rijnlandse principes. Anderzijds zijn het ook weer voor ons nieuwe principes. En als we teruggaan naar die Rijnlandse principes, dan is die mens juist niet een middel, maar juist echt een heel belangrijk en misschien zelfs bijna een doel. Vakmanschap is een heel duidelijk element in de Rijnlandse principes. En by the way, vakmanschap denk je misschien onmiddellijk aan ambacht. Aan een houtbewerker, maar dat hoeft helemaal niet. Ook een office manager kan in die zin een vakman of vakvrouw zijn. En een vakman of vrouw heeft als doel om zichzelf continu uit te dagen en te ontplooien en te verbeteren. Dat hij steeds de beste is in de job. Nou, dat is in het Anglo-Amerikaans, dus als je in de human management niet, want dan kom je gewoon naar je werk en je doet je werk en dat is wat er in die mal past. Bij human doing gaat het over het vakmanschap, gaat het over het invullen, de beste willen zijn en ook willen werken aan je persoonlijke ontwikkeling om de beste te zijn, maar ook te blijven. En hoe past volgens jou het meeste gezel, leerling, meester, gedachte hierin? Nou, leerling, gezel, meester, gedachte is ook niet iets wat uit het Anglo-Amerikaanse komt. Dat heb je niet. Dat heb je zeker in het Europese domein, omdat het een Rijnlands principe is. Ik kom als programmeur of als office manager of als sales kom ik eigenlijk als leerling kom ik binnen. Als beginneling. En by the way, misschien ben ik al heel ervaren, maar binnen die organisatie, met die propositie, ben ik dan een beginneling. Word ik gecoacht en begeleid door iemand die al een niveau hoger zit, dus dat is de gezel, die weer op zijn bordje wordt gecoacht door een meester. En dat is een typisch Rijnlandse werkwijze. Wat daar mooi aan is dat mensen ook steeds worden begeleid en uitgedaagd om zich te ontwikkelen. En die prikkel is echt helemaal afwezig in het Anglo-Amerikaanse human resource management. Wat is daar dan beter aan voor het bedrijf als je er zo mee omgaat? Nou, dat begint natuurlijk met een visie. En de visie is, ga je voor de hoogste efficiëntie, oftewel daarmee de hoogste winst. En overigens bij de Anglo-Amerikaanse is dan de winst voor de aandeelhouders.
Of ga je voor de hoogste waarde die je levert aan je omgeving, aan klanten en misschien ook aan andere stakeholders? Want voor die hoogste waarde heb je nodig dat mensen het beste leveren en ook steeds in staat zijn om het beste te leveren. Dus daar zit de relatie. En daarom is dat vakmanschap en de ontwikkeling van mensen zo belangrijk, omdat je daarmee steeds de hoogste waarde levert aan klanten en alle stakeholders. Als je wilt weten hoe dit kan werken voor jouw bedrijf, doe dan mee aan de Scaling Up Europe Masterclass. De link vind je hieronder. En we zien je graag daar. Dankjewel voor het kijken.